We kunnen ons tot het level accepteren, tot het level waar wij bewustzijn over hebben. Dat is een hele belangrijke die ik nu zeg. Hebben wij maar bepaalde vorm of bepaalde frequentie van bewustwording, dan is onze acceptatie ook op datzelfde niveau en is dus ons kwaliteit van leven ook op dat niveau. Dus hoe dieper jij je bewust wordt, hoe geëxpandeerder jouw bewustzijn gaat worden, hoe dieper jouw eigen acceptatie gaat zijn. Maar we kunnen niet onszelf accepteren als wij niet weten wat wij niet accepteren van onszelf. Horen jullie een beetje wat ik zeg daar? Wij kunnen dat anders niet omzetten naar transformatie. We kunnen die energie niet omzetten, transformeren naar een nieuwe energie. Omdat we het gewoonweg niet weten. We weten niet waarom we onszelf niet accepteren. Dus de grondslag van acceptatie ligt in de overtuigingen, in de gedachten die je over jezelf hebt. En is het dus key om jezelf zo ontzettend goed te kennen,